Hoi, je kijkt naar een gloednieuwe Fan Friday video. Vandaag ga ik een mega toffe challenge doen. Namelijk de als je het TikTok liedje kunt zingen, dan koop ik het voor je challenge. Maar dat ga ik niet alleen doen, ik doe het samen met Sterre Koning. Dus het gaat echt een mega gezellig worden. En tegelijkertijd heb ik geen idee wat ze allemaal voor me gaat zingen. Dus ik hoop dat ze me een beetje bespaart. Allereerst heb ik nog wel een leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Gebruik je linkerhand. Als je vandaag al een keertje de TikTok-app hebt geopend. Ik zou dus een duimpje omhoog geven met mijn linkerhand. En dan gebruik je rechterhand als je de TikTok-app nog helemaal niet hebt geopend vandaag. En dus eigenlijk iets productiefs hebt gedaan met je dag. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Fanart! Hier naast me komen hele prachtige, leuke, super gave, creatieve, originele fanarts langs die door jullie zijn gemaakt deze afgelopen week. Wil je nou ook heel erg graag kans maken om met jouw fanart in de Fan Friday video van volgende week te komen? Dan kan dat door het gewoon eventjes te posten op Instagram, mijn account erin te taggen en zorg er dan ook voor dat je account niet op privé staat, want anders kan ik hem natuurlijk niet zien. Ik kijk heel erg uit naar wat voor mooie fanarts jullie gaan maken deze komende week. En dan gaan we nu meteen door naar de hele spannende challenge van vandaag. TikTok Singing Challenge. Hier sta ik dan in Utrecht, maar zoals je kunt zien ben ik een beetje alleen, maar ik ga deze uitdaging natuurlijk niet alleen doen. Ik ben namelijk met Sterre! Sterre, kan je een beetje uitleggen hoe die challenge in zijn werk gaat? Nou, ik kan gewoon een liedje zingen met Gucci. En dan koop jij dat voor mij. Oké. Dus eigenlijk als jij een liedje zingt waarin iets wordt benoemd dat je heel graag wil hebben, moet de ander het voor je kopen. Ja. Oh, dit gaat fijn worden, want TikTok liedjes zitten echt hele dure dingen in. Ja. Zoals Gucci bijvoorbeeld. Of een Mercedes. Nee. Bespaar me alsjeblieft, ik ga je ook besparen. Oké. Denk ik dan. Dus, ik zou zeggen, we kunnen gaan beginnen. En bij we bedoel ik jou. Oh. Jij maar met het eerste nummer. Heb je al iets in je hoofd? Ik had wel een liedje gehoord waarvan ik dacht, daar zit iets leuks in. Dat heb ik eigenlijk wel nodig in mijn leven. Alsjeblieft, laat het niet koetje zijn, Nou, ik ben benieuwd. Oké. Day and night and morning, kill with me in the moment. I let you had I known it, why don't you say so? Didn't even notice, a bunch is left to roll with. You got to keep me focused, you want it, say so. Okay. Let me check my chest, my breath right quick. You were never seen it in a dress like this. Oh! Ten eerste, dat klonk echt super goed. Ten tweede, ik zou willen dat ik het dansje nog wist, want dan had ik meegedanst, maar helaas. En ten derde, een dress. Dat is zo cool. Oké, ja, volgens mij verkoopt ze wel jurken bij de Zeeman. Toch? Daar dacht ik niet aan. Mag ik de winkel uitkiezen? Want jij hebt de dress uitgekozen. Dus ik kies wel iets leuks uit voor je. Ik ga een liedje zingen waarvan ik denk dat het wel heel erg leuk en creatief is. Maar welk nummer is het? Dat is nog de vraag. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. I know when you kiss me, you don't give a F. But I wanna know your savage love. Woo! Oké, dat was echt helemaal niet op beat. Maar, heb je geen idee? Nee. Het is hart. Hart? Dat zit in het liedje. En ik dacht, we kunnen wel op zoek gaan naar iets in de vorm van een hartje. Zoals bijvoorbeeld sieraden van Swarovski of zo. Weet je wel. Ik dacht meer gewoon aan een chocoladehartje. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan ook. Nou, we gaan er nog eventjes over nadenken. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Zullen we gaan? Let's go. We zijn nu in de Bershka. Jij was op zoek naar een winkel waar ze kleine maten hadden. Nee. Ik zie echt super veel jurkjes. Ja, er zijn heel veel jurkjes. Not. Kijk, hier, oh, toch wel. Zoiets heb ik ook nog mee. Oh, dus die heb ik al. Dus dat heeft niet heel veel zin. Is wel leuk. Oudwaars. Kijken. Dit is een badpak. Maar deze, dit is echt jouw stijl. Prachtig. Dankjewel. En hij is maar 30 euro. Oké, laat maar. Nee, we hangen weer terug. Vind je gele kleur mooi? Word ik altijd heel wit van. Oh, wat is dit dan? Een jute zak. Ja, maar als ik dat aan heb, dan is het al helemaal echt wel heel tof. Oké, wat kunnen we nog meer? Wil je een toevallig een Garfield broek? Oh, dat is ook wel tof. Dat is wel leuk. Lijkt op een t-shirt. Het is gewoon een shirt. Een shirt dress. Ja, het kan wel als een jurk. Ja. Ik vind het wel leuk. Nee, ik weet niet wanneer ik het aan zou doen, zeg maar. Oh, misschien, kijk. We hebben sale. Misschien kunnen we iets doen met glitter of zo. Oeh, glitter. Dat is, daar hou ik van. Dit is een trui volgens mij. Oh, ik zie hier ook glitters. Wat is die dan? Zil. Ik vind het nu al leuk. Een XS'je. Pretty. Hey, dat staat goed. Dit is wel dat leuk, is wel echt cool. Deze is oprecht leuk. Hallo. Zullen we deze gewoon doen? Ja, ik vind het goed. Wacht, laten we eerst even naar de prijs kijken. Het was 30. Oké. Maar het is 13.
Wow, dat is echt nice. Nou, dat vind ik heel fijn. Daar ben ik heel erg blij mee. Oh, yeah. Jij bent er blij mee? Yes. Oké, dan moet je wel mij geven, want ik moet kopen. Ja. Dat is wel wat minder, maar het is een oké prijs. Dus we gaan er gewoon voor. We zijn inmiddels naar de H&M gegaan. Sterre loopt hier echt gewoon zo random langs. Hallo. We moeten dus op zoek gaan naar iets met een hart. Wat wil je? Ja, ik weet het niet. Ik dacht dus soort van sieraden of zo, maar dat is ook weer zo voor de hand liggend. Misschien een tasje. Oh, nee, dat zijn bananen. Wat heb je? Is het een hartje? Ja. Oh, cute. Oh, zeker. Alleen vind ik hem leuk. Dat is een andere vraag. Nee, ik vind er echt helemaal niks aan. Sorry. I try. Helaas. Misschien hebben ze een shirt. Maar heb ik een jurkje? Heb jij een shirt? Dat ja, leuk. Dat is ook wel leuk. We hebben nog shirtjes hier. Oh, nou ook letterlijk de eerste die ik pak. Ik loop het hele ding erop. Ja, precies. Oh, die is best wel cool. Op zich wel schattig. Huh? Hij is maar 1,60 euro. Ja, dat ga je. Nee. No. Ik vond het zo leuk shirt. Ja. Dat zou je echt goed staan. Ja, dat denk ik ook wel. Jammer. Nee. Oh, jammer dat dit niet gewoon allemaal hartjes zijn. Ik vind deze kleur echt leuk. Kijk. Hier zit wel een hartje op. Dit is wel schattig. Ja, die is heel schattig. Kleuren? Ja, dat is een beetje net niet, hè? Nee, hè? Oh, er staat wel love, maar het is geen hartje. Oeh, wow, dit is echt een super fel. Oh, I didn't do anything. Wat heb jij? In de ogen. Oh, zo schattig. Hey, dit vind ik wel echt een leuk shirt. Ja, look at my back. Wat staat er op de achterkant? Maar helemaal niks. Oké. Ik vind hem wel cool, omdat hij gewoon zwart is zo en dan zo'n... Ja, goede uitleg, Sterren. Ja. Wacht, moet je nog even kijken naar de prijs voor de zekerheid? Ik hoop dat die 1,50 is voor je. 10 euro. Oh, dat is nog te doen. Mm. Nou, je mag hem meenemen, de kassa is daar. Oh. Bye! We zijn er weer! Ik ben eigenlijk best wel blij met de dingen die we hebben gekocht. Ja. Nou, jij hebt net als eerst gezongen toen ik, dus ik denk dat het weer jouw beurt is. Oké. Okay. Jij zei dat je iets in gedachten had. Dus... Ja, want ik begin het een beetje warm te krijgen. Oh, ja. Zo'n warme dag. Lekker vaat. Ja, okay. Ik ben heel Zal erg. Zal ik gaan beginnen? Ja, voor mij mag het. I know I screwed up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. Mm-mm. I've been lonely. Oeh. Ah, yeah. Oh, ik hou van het liedje. Maar ik heb zo totaal niet opgelet op wat je zong. Wat ik aan het zingen was. Nee, wat was het? Lonely? Aw, ben je lonely? Ja, dat kan ook. While you're out there drinking. Oh. Een drankje. Maar je bent 17. Nee. Een drankje zonder alcohol. Oh, oké. Okay. Een Starbucks drankje. Oh, we kunnen een TikTok drankje bestellen. Bestaat dat? Volgens mij wel. Het is in ieder geval heel populair op TikTok. Oké. Okay. We kunnen nog wel kijken of ze weten wat het is. Maar dan moet ik eerst nog wel eventjes mijn liedje zingen. Ja. En dat is ook een hele leuke. Er zit wel iets in waarvan ik denk, hé, dat is heel erg leuk. Dat kan je zeker voor me kopen. Oké. Okay. Oh, no. I was doing better alone, but when you said hello, I knew there was the end of it all. I should have stayed at home, but now they're not letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? I wonder where you go when I stay on your mind. Two can play that game, but you got me every time. Nog een keer een hart. Ja. Nee, dat is het niet. Ik weet dat er al hard wordt gezegd, okay, maar er zit ook nog iets anders in. Het laatste zinnetje was, two can play that game. Een spel? Ja. Ik hou heel erg van computerspelletjes en dat soort dingen. Computerspelletjes? Ik dacht gewoon, ja, kaarten vind ik altijd wel leuk. Oh ja, ja, heel goedkoop natuurlijk, een kaartspelletje. Nee, we gaan voor een Nintendo spel of zo. We gaan wel iets vinden, het gaat sowieso heel erg leuk worden. Maar we hebben nu twee dingen om te kopen, dus ik zou zeggen, laten we vandoor gaan. And let's go find it. We zijn net bij Starbucks geweest en we hebben dus een TikTok drankje geprobeerd te kopen. Maar, we tried. Ik had ook nog eens besteld als gewoon zeg maar de losse ingrediënten. Dus dat was dan een strawberry acai refresher met stukjes aardbei en framboos en dat soort dingen. Hadden ze ook niet. Nee. Toen de laatste optie was, heb je alsjeblieft iets roze? Ze hadden twee opties. Een roze thee, waar mijn naam op staat, maar die is er voor Sterren. Ja, jouw naam, Jamila. En de tweede was Sterren, dat is jouw naam die je had doorgeven, maar we kregen Famke. Lijkt een beetje op elkaar natuurlijk. Maar dit is dus een frappuccino met aardbei erin en het ziet er eigenlijk totaal niet roze uit. Ik ben heel benieuwd. Oeh! Lekker koud. Ja, alleen omdat het koud is, vind je lekker of is die wel lekker? Wel een beetje limonadeachtig, maar ik vind het wel een beetje smoothie vibes. Ik hou van smoothies, ik ben verslaafd aan smoothies. Maar we hebben nog één ding wat we moeten kopen. Dus deze eventjes snel opdrinken en dan gaan we door. We zijn aangekomen in misschien wel onze favoriete winkel. Spelletjeswereld! Yes. We hebben hier echt
ongelooflijk veel spelletjes. Ik ken dit allemaal niet. Nee. Ik speel alleen maar van die kaartspelletjes echt, en zo. Je gaat echt een prijsshock krijgen dan. Nee, ja, ze zijn echt heel duur. Deze is bijna 60 euro, 50 euro. Er zitten toch zulke kaarsjes gewoon voor in Nintendo? Als je geen spelletje voor me wil kopen, mag je ook best wel zoiets kopen, weet je wel. Gewoon een stuur. Ja. Deze zijn maar iets van 150 euro of zo. Oh. Gewoon, hè? Ja. Zo. FIFA vind je wel leuk, toch? Nee, vreselijk. Oh, 20 euro is. Ik heb je wel door, hoor. Ik zou hem kopen. Deze is leuk. Ja? Ja. Wat is het? Geen idee. Het is een supercross. Oh, oké. Even kijken. Aha. Nou, ik zie wel welke spelletjes je uitkiest, hoor. Oh, ik vind Mario wel echt leuk. Maar het is wel duur. Mag het van je? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, okay, omdat ik... Ja, nou, doe het maar gewoon. Oké. Okay. Yes! Oh, kijk, hier staat geen prijs op. Deze zijn gratis. Nou, dan nemen we die. Ik ga niet kijken naar de prijs. Nee, we gaan wel kijken bij de kassa. Maar sterren, de kassa is wel deze kant op. Bye! Oké, ik heb wel echt heel veel energie weer van dat drankje. Ja. Dat betekent dat we heel erg energiek de laatste ronde in kunnen gaan. En ik heb wel het allerleukste liedje van TikTok uitgekozen. Ik denk dat jij hem misschien wel kent. Oké. Okay. Ja? Ik ben benieuwd. Ja, ik denk het wel. Nu sta ik met de rug tegen de muur, stil toe te kijken hoe wij maar doen alsof. Oh yeah. Hoe komen we nu terug naar de tijd dat wij samen zeiden, ons krijg je niet kapot. Wat? Huh? Oké, wacht even. Rug ja, tegen we hebben de muur. Een muur. Ja, nee. Kijken, iets van een zonnebril, een bril. Dat zou ook wel een goed idee zijn, maar dat is er niet. Naar de... Oh, jij weet dit. Ja. Naar de tijd. Mijn lusje. Ja. Moet lukken. En wat voor liedje heb jij in gedachten? Volgens mij is deze niet op TikTok, maar jij hebt een liedje van mij gezongen. Dus het leek me ook wel lekker een liedje van jou te zingen. Oh, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Je hoeft maar te vragen, ik zal alles voor je doen. En nee, niemand weet wat er in de sterren staat. Maar ik ben niet alleen wat er nu al komen gaat. Al voel jij je zo klein en wil jij dat ik verdwijn. Weet dat ik je nooit verlaat. Leuk, die moet toch gewoon samen een keertje gaan zingen? Ja! Ja, maar wat is het? Ook iets met tijd? Nee. Sterren. Wil je dat ik jou ga kopen? Ja, dat kan ook. Maar okay, ik zit meer aan iets te denken waar sterretjes op zitten. Oh, of okay. Wat dan ook. Oké, okay, dus dan hebben we nu de laatste items die we op gaan zoeken. Ja, we gaan Let's go! Ja. We zijn hier in de Bijur Ik weet nooit hoe je dat moet uitspreken, maar we zijn er in ieder geval. Vast wel dat we hier iets met een ster kunnen vinden. Ja, ik zag daar is een ster. Ik zag hier nog een mooi hartje. Oh. Ja, je hebt er al een. Ja, 70 euro. Gaan we niet doen. Nee, dat had je best wel kunnen kopen voor me. Een zeester, dat telt ook wel. Maar... Oh, dit is ook wel schattig. Hé, hey, dat is leuk. Er zitten ook allemaal kleurtjes in. Dat vind ik altijd wel iets lastiger, zeg maar. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Dat is wel cute. Ja, 6 euro. 6 euro. Oh, oké. Oké, dat houden we even Wat hebben we nog meer? Wow, dit is echt super veel kleur. Sail. Nou, ik heb dus wel een beetje een dingetje. Hart? Wat is er? Ik heb geen gaatjes. Oh. Dus alle oorbellen waar je zo vrolijk zit te kijken, heb ik helemaal niks aan. Nee. Oké, ja, helaas, dan kopen we helemaal niks. No. Dit moet je absoluut hebben. Oh, hier speelde ik mee. Ja. Zie daar echt een mini sterretje. Is dat een... Wat is er dan? Wat is er dan? Oh, een enkelbandje. Yeah. Oh, dat vind ik leuk. Dat is inderdaad een sterretje. En hij is gemaakt van echt zilver. En... Hij is 6 euro. Vind je deze leuker of vind je die leuker? Of vind je ze allebei leuk? Dat mag ook. Nou. Ik weet het niet. Of die? Ik heb echt heel slecht kiezen. Oh. Ze zijn allebei maar 6 euro, dus het mag op zich wel. Ja? Ja. Ik vind ze echt leuk. Nou, helemaal leuk. Yes! Here we go. Thank you. En dan ga ik ze nu afrekenen. Daar zo. We staan hier nu in de Ducati, want we liepen hier langs. En we zagen echt super veel horloges. En deze zien er echt zo gaaf uit. Ja, ja. En ze zijn niet te duur. Nee, big sale, 60% korting, dat beloof je. Oeh, Casio. Ik heb er eigenlijk wel een horloge van, maar dan in het goud. En het lijkt me echt super leuk om er nog eentje te nemen, maar dan in het zilver. Die is wel gaaf daarachter, die is 45. Ja. Deze heeft blauw, dat vind ik dan weer wat minder. Oh, die is leuk. Die is klein. Oh, dat is fijn. Wacht, ik moet even inzoomen. Oh, it's so pretty. Oh, hallo. Wow, je bent echt heel dichtbij ineens. Nou, dan hebben we eigenlijk best wel snel gekozen. We gaan gewoon lekker voor deze zilveren. Ja. Oké, weet je waar de kassa is? Die kant op, hè?
Bye. Tada! Hier is het resultaat van onze prachtige, geweldige shopping spree. Wow. Ik vond het wel echt een hele leuke challenge om te doen. En jij? Ja, een paar uurtjes licht. Oh, maar... ja. Sorry. Voor de rest hebben we natuurlijk alle dingen uit deze challenge, zoals een jurk, ster, hart, game en tijd, oftewel een horloge. En we hadden natuurlijk ook nog een drankje. Jam, jam, jam. Ja. Al met al, het was een super geslaagde dag en ook een mega geslaagde challenge. 20 second wrap out. Tide, Evie en Charlotte, Mary, Jam, Joanna, Zinep en Moas, Miranda en Nadesh, Rosanna, Lorenzo, Bakker, Kader, Inky, Maud en Keren, Nina, Norina, Noor, Janse, Laura en It's Me, Eline, Lieke, Amber, Julie, Smile, LOL en Yara, Beryl, Lupna, Dulder, Sien, Victoria en Sarah, Cheryl en Medina, Cola, Jade, Top en Indy, Maisa, Maite en René, de Ama, Sam en Mindy. Yay! Wil je ook nou heel erg graag met je naam en reactie in de 20 second wrap-out komen? Dan kun je daar ook kans maken door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hieronder deze video. Vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eventjes op het Sterrenskanaal te abonneren. Link daarvoor staat hier ergens in beeld. En volg haar ook eventjes op Instagram. En de link daarvoor staat in de beschrijving hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!